Drugs, wapenhandel, witwassen en corruptie zijn vaak genoeg met elkaar verbonden. Op de High Level Security Conference die zal worden georganiseerd in Suriname op 21 en 22 april 2022, zal elk van deze onderwerpen worden besproken. Ministers, ambassadeurs, hoge functionarissen, internationale veiligheidsinstanties en autoriteiten zullen met elkaar nagaan hoe deze relatie effectief te verbreken. De LSC is een High Level Security Conference. En is een conferentie waar internationale veiligheidsissues zullen worden besproken. En de vertegenwoordigers van gedachten zullen wisselen. Kijk, de wereld is eigenlijk versneld aan het globaliseren. Suriname maakt deel uit van de wereld. En die globalisatie brengt positieve en negatieve issues met zich. Zoals u weet zal er sowieso gediscussieerd worden over illegale drugshandel, illegale vuurwapenhandel. Er zal gediscussieerd worden over mensensmokkel en ook over money laundering. Dagelijks worden wij geconfronteerd als inlichtingendienst met meer de drugshandel. Suriname is er zich van bewust dat de effectieve aanpak van de drugscriminaliteit niet alleen kan, maar door samenwerking met landen en internationale organisaties zoals de United Nations Office on Drugs and Crime, afgekort de UNODC. In 2012 tekende Suriname met de UNODC een MOU om het Container Control Programma op te zetten. De Joint Port Control Unit is een onderdeel van het gezamenlijke initiatief van de UNODC en World Customs Organization Container Control Programma. Dit programma heeft als doel om samen te werken met landen om de havenveiligheid te verbeteren en het illegale gebruik van zeecontainers bij de drugshandel en andere transnationale georganiseerde criminaliteit, zoals de wapenhandel, de illegale wapenhandel, handel in chemicaliën die gebruikt kunnen worden bij het produceren van drugs, mensensmokkel, money laundering te voorkomen. Wanneer we praten over grensoverschrijdende criminaliteit, dan praten we vaak ook over money laundering. De centrale bank is de toezichthouder op de financiële sector en heeft ook een taak in het houden van toezicht op de naleving van de anti-money laundering wetgeving. Vorig jaar heeft de president van de Republiek, president Santokhi, een Anti-Money Laundering Steering Council ingesteld. En dat is het hoogste beleidsorgaan voor wat betreft het tegengaan van money laundering. Deze council die bestaat uit de president van de Republiek, de vicepresident, de minister van Justitie, de minister van Financiën, de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, de governor van de centrale bank en de PG. Dus zij bepalen samen het beleid van Suriname ten aanzien van money laundering en in het verlengde daarvan ook het tegengaan van terrorismefinanciering en het tegengaan van proliferatiefinanciering. De duurzame ontwikkelingsgedachte is dat je moet starten met veiligheid. De inwoners van jouw land moeten een veilig onderkomen hebben. En zo ook ondernemers. Als je ondernemers, investeerders gaat aantrekken, willen ze ook in elk geval in een land gaan investeren waarbij veiligheid eigenlijk op een niveau is. De regering van Suriname is ervan bewust dat de drugshandel en de daaraan gerelateerde misdaad ernstige gevolgen kan hebben voor het welzijn van de natie en de sociaal-economische ontwikkeling. De geografische ligging van Suriname en haar uitgestrekte grenzen zijn bepaalde factoren die het land gevoelig maken om als doorvoerpunt of hub gebruikt te worden bij de doorvoer van met name drugs. Voor ons is belangrijk, Suriname wordt gezien als een doorvoerland van drugs.
En dat maakt het heel moeilijk voor Suriname. We moeten proberen samen en ieder de koppen bij insteken om die naam, die slechte naam die we hebben, om af te komen van die naam. Verder is het belangrijk voor Suriname de rangschikking toch, op die internationale lijsten wat betreft de veiligheid. En dat kan alleen als we de handen in elkaar slaan samen en wij allemaal gaan zorgen dat wij zoveel als mogelijk de illegale handel in drugs, of laat me het anders zeggen, grensoverschrijdende criminaliteit gaan proberen te betugelen. Korps Suriname heeft een grote rol te vervullen voor wat betreft de nationale veiligheid. Als chef van dit korps kijk ik uit naar de uitkomst van deze conferentie, zodat wij betere resultaten kunnen boeken ter betugelen van de criminaliteit. Door deze high-level security meeting te houden in Suriname, committeert de regering van Suriname zich verder aan de strijd tegen de drugscriminaliteit en de daaraan gerelateerde misdaad en vormt dit platform dan ook een gelegenheid om de samenwerkingsbanden op nationaal en internationaal niveau te intensiveren. Wij gaan leren hoe zij bepaalde zaken aanpakken, toch? Als zij succes hebben gehad met bepaalde onderzoeken en wij nog niet, kunnen wij sowieso van elkaar leren. En met landen waarmee wij nog niet echt contact, goed contact hebben, dan maken we kennis met elkaar en dan leren we van elkaar. Deze meeting is een gelegenheid voor Suriname om met landen in de regio, met internationale organisaties, van gedachten te wisselen, ervaring uit te wisselen, best practices om ons eigen systeem te versterken. En daarmee zal Suriname ook als een trotse natie haar rol, haar deel kunnen vervullen in de strijd tegen internationale grensoverschrijdende criminaliteit. Dit is de reden waarom het van belang is deze conferentie onder auspiciën van het ministerie van Buitenlandse Zaken en minister van Defensie en de minister van Justitie en Politie in opdracht van de president georganiseerd wordt. Let's think, join forces and act together. Hashtag HLSC 2022.